Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. En misschien kunnen jullie het aan mijn stem een beetje horen. Ik ben ziek, maar net een beetje vervelend ziek. Want ik ben eigenlijk te verkouden om een video op te nemen. Maar te niet ziek om niet naar school te gaan. Dus eigenlijk gewoon dubbel pech voor mij op dit moment. Maar we zullen wel op dit moment gewoon een hoestcount in beeld gaan brengen met hoe vaak ik in deze aflevering gehoest heb. Dit is de allerlaatste zomereditie van de vrouw. Dus... Waar kent iedereen je naam? En waar ben je altijd samen? Het is zomer, het is feest. Dus dat is 8 weken lang geweest. En dit is toevallig ook de 10e aflevering. En hierna komen er dus alleen maar hele leuke afleveringen die minder langdradig zijn, die korter zijn, die flitsender zijn, die alles beter en zo, ja. Het is weer voorbij die mooie zomer, zong onze columnist Gerard Cox in 1973. Nou, ik vind dit een hele goede samenvatting van de afgelopen 8 weken van deze serie. Dan gaan we het nog even hebben over de vorige aflevering. In de vorige aflevering had ik het over de langste burgemeester van Nederland. En daar vertelde ik over dat het wel heel bijzonder is als het enige wat mensen over je weten is dat je lang bent. Bijna 800 jaar stadsrechten en niet te vergeten, de langste burgemeester. Wouter Kolff is maar liefst 2 meter en 3 centimeter. Met schoenmaat 48, voegt hij eraan toe. Schoenmaat 48? Dat is maar 5 maten groter dan ik heb. Trouwens, je moet wel echt heel weinig in je leven bereikt hebben als het enige waardoor mensen je kennen je lengte is. En toen komt iemand, ik weet de echte naam niet, maar we zullen hem maar even Robin noemen. Dit, oftewel, staat hij nog in beeld? Ja, hij staat nog in beeld. Top. Ja, eigenlijk was dat bij Napoleon ook precies zo. Alleen is het bij Napoleon natuurlijk net anders, omdat hij naast dat hij heel erg klein was, ook gewoon een strategisch genie was. En iedereen in die tijd klein was. Maar in ieder geval even een shout-out naar deze reactie. En wil jij nou toevallig in een van de volgende afleveringen van Mannen Lezen de Vrouw komen met jouw reactie? Laat dan een leuke reactie achter aangaande de inhoud van de video. Oké, ik ben vaak mijn aflevering begonnen met een van de weetjes die in dit blad staan. Maar deze is wel echt heel leuk. Hier, 25.000 fietsen belanden per jaar in de Amsterdamse grachten. En er worden per jaar er maar weer 8.000 opgevist. Dat is wel gewoon een leuke wiskundesom. Pim werkt bij de fietsenopruimdienst. Per jaar komen er 25.000 fietsen in de Amsterdamse grachten. Hij haalt er 8.000 per jaar uit de grachten. Hoeveel fietsen liggen er per eeuw in de Amsterdamse grachten? Laat het nu achter in de reacties. Oké, zijn er mensen hier die altijd al heel graag piloot zouden willen worden? Nou, als kind zag Jeroen in Amersfoort, F-15's staan. Ik wist trouwens niet dat het bestaat, een F-15. Ik vraag me dan af waarop het geïnspireerd is. Want het is niet zo dat de F-16 uit 2016 komt. En ik ga er ook niet van uit dat de F-16 uit 1916 komt. Want dan zou het wel een heel ouderwets vliegtuig zijn. Maar ja, en even later zag hij ze vliegen. Direct wist hij wat hij later wilde worden. Straaljagerpiloot. Dat wordt je natuurlijk ook heel makkelijk. Vol gas door de lucht. Niemand die je kan bijhouden. Harder kan niet. Ik weet niet of straaljagerpiloot echt iets voor mij zou zijn. Maar aan de andere kant, het is ook wel cool. Alleen het nadeel van een straaljager is natuurlijk wel echt dat het een gevechtsvliegtuig is. Ik ben sowieso echt doodsbenauwd voor vliegen. En over nu 1 week ga ik voor de eerste keer in mijn leven vliegen. En vind ik dus super eng. En ik ga naar Schotland vliegen met school. Dus willen jullie die vlog zien? Die komen eraan. Hier gaat het weer over iemand die heel lang is. Een lichaamslengte van 2,18 meter. Dat is best wel hoog. Schoenmaat 51. En armen met een omtrek van 52 centimeter. Nou, dat heb ik natuurlijk ook. Ik ben heel gespierd. Nee, grapje. Dat is totaal niet grappig. Olivier uit Eemnes wordt niet voor niets de Dutch Giant genoemd. Nou, je hebt echt door de eeuwen heen heb je giants genoeg. Je hebt bijvoorbeeld ook de Filistijnse giant. Oké, dat kan je ook niet maken.
Er staat ook altijd in dit blad een kort verhaal. Dat is vaak niet eens... Oh, lekker als je een melding krijgt tijdens opnemen. Dankjewel. Er staat altijd een kort verhaal in. Dat kort verhaal is vaak niet kort. Want hierin staan best wel veel pagina's met korte verhalen. Maar de titel hiervan is... Als een tijdbom op ontploffen. Als een tijdbom op ontploffen. Als je zo'n titel neerzet, dan durf je wel tenminste. We hebben ook weer de reclame van de vrouw Glossy. Nou, die moet ik eigenlijk ook hebben om te reviewen. Dus ik zal nog even mensen forceren om die voor mij te kopen. Het grappige is, ik weet niet of mensen de Donald Duck wel eens lezen. Maar in de Donald Duck heb je altijd het Woudlopershandboek. Nou, eigenlijk is dit hele blad het Woudlopershandboek. Want je hebt bijvoorbeeld hier gewoon er een recept in staan voor baklava. Nou echt, als je één ding gewoon altijd bij je wil hebben, is dat een recept voor baklava. Stel je voor dat je geland bent op een onbewoond eiland en je hebt niks. Dan heb je nog dit blad. Nevada, 500.022, de apocalypse. De wereld is vergaan, maar toch hebben we nog dit blad. Oké, jongens, dit is allemaal comedy natuurlijk. En we sluiten natuurlijk ook weer af met een review van een prachtig plekje waar je kan eten. En die heeft een 9 gescoord. En een 9 is, zolang ik uit mijn archief weet, het hoogste wat ooit een terras gescoord heeft in dit blad, in de review van een terras. En hij heeft namelijk een 9 gescoord, omdat de pluspunten zijn een prachtige plek, alsof je in een aanzichtkaart bent beland. Kijk, ik vind het grappig dat... je dit neerzegt, want het klinkt heel filosofisch. Het klinkt natuurlijk heel mooi. Alsof je in een aanzichtkaart bent beland. Maar één ding is dat als je toch een beetje jonge kijkers wil aantrekken... niemand onder de 10 weet nog wat een aanzichtkaart is. Dat is echt iets uit ver vorige eeuwen. Een beetje uit de eeuw van 1815 van kleine mannetjes die grote generalen werden in Rusland aanvallen. Toen gebruikten ze nog aanzichtkaarten. Niemand weet meer op dit moment wat een aanzichtkaart is. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Dan is het nog een fantastische borrelplank. Ben nu heel erg benieuwd naar de avondkaart. Had je ook even kunnen navragen als je een review schrijft? Nee, dat is flauw. En de loungebanken aan het water is ook een pluspunt. Ik weet niet wat er precies is. Is het pluspunt dan dat er loungebanken aan het water zijn? Of is het pluspunt... Nou, ik weet het niet. Dan de minpunten. Het is er niet erg schaduwrijk. Wel op het avondterras. Maar de naam zegt het al, dat is overdag niet open. Het is misschien wel onhandig. Ik denk iedereen wil altijd op een mooie zonnige dag... Ik stel het je even voor. Het is een hete zomer, hè? Heel heet, heel warm en iedereen die wil dan gewoon in de schaduw gaan zitten. Nou, nog een minpunt. Dat is wel vervelend als dat er niet is, hoor. Gewoon zo'n schaduwterras, dat wil je altijd even. De kaart is niet heel uitgebreid. Nou, dat is gewoon naar. En dan de tafeltjes zijn scheef. Oh, dat is niet zo handig. Maar dat kan ook vrij makkelijk verholpen worden. Maar waarschijnlijk weten ze nu na deze review al dat die tafeltjes scheef staan. En staan ze nu waarschijnlijk al lang recht. Want dit blad is al een beetje oud. Heel erg bedankt voor het kijken naar de allerlaatste zomereditie van Mannen Lezen de Vrouw. En vanaf nu wordt het alleen nog maar beter. We gaan binnenkort Mannen Lezen de Vrouw doen met gasten. Dan mogen er dus gewoon gasten langskomen in Mannen Lezen de Vrouw. Ik moet er alleen nog even een paar regelen. Dus dat was nog lastig. Mochten mensen tot hier hebben gekeken en denken... ik wil heel graag met Harmen een keer in zijn mooie kamer Mannen Lezen de Vrouw opnemen. Voel je aangesproken. Welkom en dan zeg ik allemaal tot de volgende keer. Later.